Dag lieve José, we staan nu op een GIEG-event en ik ben heel erg benieuwd wat jij de mensen thuis mee kunt geven. Wat je ervaring is met GIEG, wat het je heeft opgeleverd en wat jij mee kan geven aan de mensen die dit filmpje gaan zien. Nou, mijn ervaring met GIEG is dat ik gewoon een hele leuke club bij elkaar is, wat ik heel erg fijn vind. En in de loop van de jaren, ik ben er nu sinds 4 jaar bij. En mijn vermogen is sowieso vermeerderd erdoor. En ik heb hier heel veel geleerd. En in de eerste instantie dacht ik van, nou, dat is leuk voor later. Ik kan wat geld opbouwen. Mijn aandelen gaan meer waard worden. En tot ik leerde kennen van hoe de community werkt met elkaar. En hoe wij met elkaar eigenlijk geld verdienen. Dat zo ontzettend fijn is. Die ons voorbereiden op een hele stabiele toekomst. Terwijl we nu eigenlijk wereldwijd in een hele turbulente situatie zitten. Hard werken, in de lijn lopen en dat. Ja. Maar je hebt nu dus een hele andere manier van omgaan met geld. Maar dus ook investeren ontdekt. Maar dus ook dat je dat middels een team kunt doen. Ja, inderdaad. En elkaar daarin helpen en samen verder groeien. Mijn why is dat het compleet mijn leven veranderd heeft. Omdat ik ontzettend veel persoonlijke groei hiermee meegemaakt heb. Ik vind het heerlijk om mensen te begeleiden. De trainingen te doen. Weet je, beginnen gewoon eens klein. He, schrijf je eigen eerste zin en ga eens in gesprek. Ga eens je verbinden met de mensen die hiermee bezig zijn. Kijk eens een Zoom-sessie die gegeven worden. Want die informatie die ligt er gewoon. Het is aan jou of je dit wil leren. We hebben de mensen die kunnen laten zien dat het bedrijf klopt, dat het netjes uitbetaald wordt, dat het met alles in orde is, als dat je twijfel is. Of is het je twijfel dat je denkt, nou, ik kan dat allemaal nooit niet uitleggen, wat je allemaal te vertellen hebt, of wat die mensen allemaal te vertellen, daar word je allemaal mee geholpen. Kreeg ik hier informatie, kreeg ik daar informatie. En op een gegeven moment werd mij het hele systeem heel erg duidelijk. En voor mij nu, mijn drijfveer nu is om er heel hard en heel veel aandacht en energie in te steken. Omdat ik gewoon weet dat ik hier nu mijn kinderen heel fijn mee achter kan laten. Het is gewoon een fantastisch platform. Hè? Het is boeiend, het is heel uitgebreid, heel divers. Voor elk wat wils. Dus als er mensen zijn die willen investeren, kunnen ze kiezen wat ze willen. Hè? Het is voor iedereen wat. Ja, wat ik zelf gewoon heel erg mooi vind, is van het stuk mindset wat je meekrijgt om daar met dingen anders te bekijken en dat jij uiteindelijk de leider van je leven kan worden. En wat ik nu gewoon bij veel mensen om me heen zie, is dat ze hopen dat het ooit beter wordt. En ik hoop niet, want ik weet gewoon dat het beter wordt, want het ligt aan mij om het beter te kunnen maken. Dus eigenlijk zeg je, met alles wat je binnen het platform kan bieden, heb je een hele nieuwe toekomst. Ja. En is het dus eigenlijk zaak dat mensen, zoveel mogelijk mensen hiervan afkomen te weten? Ja, absoluut, absoluut. Het is echt een cadeau wat je mensen kan geven. En pak die kans. Want hij ligt er. Ja, hij ligt er zeker. En hoe tevreden ben jij over dit bedrijf? En wat zou je tegen de mensen thuis willen zeggen? Nou, dikke 10. Zit je er nog niet bij, dan wordt het hoog tijd. Dankjewel, dat is een hele mooie afsluiting. Dank je.